Hey ho, hey ho, hey ho. Goedemorgen, goedemorgen. We hebben hier het bussie. We hebben hier de Renault Modus. We hebben hier een sleepkabel. Als jullie de vlog een beetje volgen, we rijden in knakenbakken. Ze begeven het vaak. Laatst is de bus al een paar keer gesneuveld. En nu is het de auto van mijn moeder. Die is gesneuveld en ze moet naar werk. Maar dat kan niet. Dus ze heeft de auto van mijn vader gepakt. Maar mijn passa met een sleepkabel. Wat hè? Hopelijk is de sleepkabel goed genoeg. Ik kan net aan mijn woord. Ik weet niet wat het is. Misschien omdat ik mijn puitjes geslapen heb. Ik weet niet. In ieder geval, trekhaak. Trekhaak, sleeptouw. We gaan hem slepen naar een garage in de buurt. Maar wat is er dan? Pap, wil hij helemaal niet meer starten? Gewoon nul? Nee, ik zal het laten horen. Oké. Doe even die enge ref dan. Nee, hij slaat niet aan. Dus het begin van een hele enge drillrap, weet je dat, pap? Ja. Hey, je kan wel weer zien dat vrouwen niet kunnen rijden, hè, pap. Moet je die vellig eens kijken, joh. Sorry voor de feministen. Dat is maar een grapje. Daar doe ik helemaal niks mee. Kijk toch gek. Jezus. En dit. Mama rijdt er ook echt mee alsof ze gewoon. Alsof het een botsauto is. Kijk eens. Weet je, kijk dan deze strip eraf. Nee, je moeder rijdt best goed. Dit is er gewoon afgewaaid. Ja, maar als ze een keer de bril op doet, dan rijdt ze misschien goed, ja. Hey ho, hey ho. Ik krijg er een cadeau. Hey ho, twerken. Hier pap, laat het goed verlopen, je hebt zelf de touwtjes in de handen. Het is niet de rode draad van vandaag, maar de blauwe. Ik zei trouwens trekhaak aan trekhaak, maar dat zou een heel avontuur worden. Ik bedoel trekhaak aan het oogje voorop. Oh de pap, dat kunnen we doen als challenge. Dat je achterstevoren moet rijden de hele weg. We moeten wel een kilometertje of 5, 6 denk. Ja, je weet wat ze zeggen, voor je familie moet je zorgen. Dus ik neem mijn vader op sleeptouw. Hoppatee, eens kijken of die oude diesel hem kan tracken. Ik kan zelf wel dingen... Nee, laat maar. Oké, heel voorzichtig opkomen. Ja, hij trekt hem. Hij trekt hem. Jazeker. Huh? Wat is er? Ik heb hem gestart gekregen. Ik heb in zijn tweede koppeling. Dat is weer een oud trucje van vroeger. Wat? Hij is gestart? Ja, ik heb hem... Hoe heet het? Jij trok mij aan, dus ik maakte wat vaart. Ik trok jou, ja. Toen heb ik in de tweede versnelling heb ik de koppeling op laten komen. En hem gestart en toen sloeg hij gelijk aan. Maar dan kan ik in ieder geval zelf naar de garage rijden. Dat is wel mooi. Oké, top. Ja, dus ik haal even die sleepkabel eraf. Jij zegt ook niet van, hé, dat ga ik proberen. Ik ben helemaal ready to go gewoon, hè? Ja, nou ja, goed. En ik dacht ineens, hé, dat is een oud trucje van vroeger. Dus laat ik dat eens proberen. Nou, top. Ik ben blij voor je. Nou, daar gaat hij hoor. Ja, ouwe. Oh. Hey, succes! Ja, bedankt. Ga je het redden? Als hij uitvalt, bel je me, ja? Ja, dat is goed. Bedankt voor je hulp, man. Oké, okay, groetjes, pa. Joejoe. Er staat 2 ton op die teller van die oude Renault. Dus ik ben benieuwd. Ze gaan hem ontleden bij de garage. En dan kijken ze of ze hem kunnen redixen. Mijn tong heeft weer een eigen gedachte vandaag. Wordt het weer zo'n dag? Ik hoop het niet. Vanavond wel, want vanavond is het weer tijd voor de cocktailavond. Met Marijn, met Mees. We maken gewoon een beetje traditie van. We hebben nu iets van 2-3 keer een cocktailavondje gehad. Gehakt? Oh mijn god. Wordt weer zo'n dag! We hebben iets van 2-3 keer een cocktailavond gehad. Het was helemaal top. Lekker mixen, lekker zappen, lekker muziekje erbij, lekker dansen. En we vonden het zo leuk dat we zeiden, joh, laten we er gewoon een 2-weekse traditie van maken. Elke 2-3 weken gewoon cocktailavondje bij Marijn met hetzelfde groepje. Dus dat wordt leuk. Maar dat is vanavond pas. Eerst zijn er nog genoeg andere dingen te doen. Hè? Ik ga nu eerst even die bus parkeren. Dan ga ik naar binnen, ga ik editen en andere dingen doen. En anders niks. Yo, brobo! Hey, weet je dat ze, als ik dit geluid maak, let op, ik ga een geluid maken, laat ze een kluifje gelijk vallen. Kom dan. Niet? Ja, zie je, ik dacht al. Dan weet ze dat ze wat lekkers krijgen. Mooi konijnoortje, Bo. Even die dog overwennen, hier. Hoppa, hoppa, doggy stijl. Oké, dat is heel fout. Wow, Bobo heeft echt swag. Ze heeft echt die doggy stijl. Oké, nu kap ik, want dit slaat nergens op. Weet jij nou wat dat woord betekent? Laat weten in de comments. Hij doet het niet lekker. Hij doet het niet lekker, hoor dan. Nou, als het echt ping. We willen gewoon een dansje doen op de bel. Ja. Ah, fuck deze cringe. Ach ja, sommige dingen mislukken gewoon in het leven. Net als het eerste kind van mijn ouders. Oh, wacht, dat ben ik. Maar in ieder geval, zoals je ziet, ik ben lekker opgefrist. Ik heb geëdit. Ik heb gewoon 2 vlogs geëdit, jongens. Net in dat alleen in dat overgangetje wat jullie gezien hebben, zit gewoon een tijdgat van 3 uur of zo. Misschien wel langer, eens even kijken. Maar hoe laat is het? 4 uur. 4:30. Hoe laat is het? Ik heb serieus. Het is 0 tijd, mezelf. Half 5.
Oh mijn god, oké, nee, dan ben ik gewoon sinds 12 al bezig. Echt? Ja, en ik ben hier onderhand ook al een uur aan het wachten. Dat klopt ook. Ja. Okker wil graag even mijn huis zien hoe het ervoor staat met de verbouwing, met de keuken zit erin en andere dingen. Dus dat is super leuk, wil die even zien. Maar joh, ik heb gewoon net alles voorbereid, voor morgen eigenlijk al. Want vanavond met die cocktails, ik weet hoe het morgenochtend gaat, kan mijn nest niet uitkomen. Ga ik ook pas heel laat editen, ben ik slow met editen, moet ik allemaal niet hebben. Dus ik denk, ik bereid me gewoon voor. Nou, zullen we gaan? Ja. Vlog van morgen staat lekker ingepland. Vlog van 5 uur voor zometeen, dus over een half uur. Let's get lost, bro! Let's go! We hebben te veel deuner op dit, man. Hoe noem je een kruising tussen een aap en een schaaldier? Ik heb geen idee. Schaap! De laatste paar momenten van deze vlog zijn helemaal cringe! Moet je kijken, bro! Nu rijd ik achter een bus en vanavond zit ik in de bus! Zo, die stem is echt niet goed voor mijn keel. Ik ben gewoon echt in de stemming om mijn lever gewoon even een lesje te leren. Ik heb er zoveel zin in. Home sweet home, baby! Okay. Kom te kijken, bro. Hier gaan wij veel bier aan drinken. Hier gaan wij veel brakke koppen aan het tafelblad hebben. Dat een eitje bakken op de zondagochtend. Moet je eens kijken, bro. Dit is toch niet normaal? Oké, ik stop met die stem. Ik krijg echt last van me. Fucking ziek, gast. Hey, dit is toch gewoon geweldig. Oh mijn god, gast. Ja, dit is goed, hè. Ja, dit is heel vet. Wow. Ja, maat. Oh, dit is gewoon... Een kukert. De benedenverdieping moet gewoon een man cave houden. What the fuck? Ja, hier zie je ons toch wel zitten zo. Helemaal fucked up, lekker zo. Ook op het moment dat we ons goed voelen, maar... Holy shit! Wow! Oh my god. Vet, hè? Dit is echt niet normaal. 3D verhangen, ouwe. Ja. Had je hem al door? Nee, maar ik wil eens in, hier was te vroeg. Nee? Had hem wel door. Hey, geef toe, ik had hem weg kunnen trekken. Hè? Geef toe, ik had hem weg kunnen trekken. Nee, ik had het door. Al de eerste keer toen ik hier zit, de daling ging niet. Ja, maar omdat ik te vroeg was, toch? Oh, ja, ja. Anders had ik je gehad, toch? Ja, denk het wel, ja. Hé, Okke, niet zo aan de bank zitten. Misschien. Is nog niet klaar, anders plak ik je achter het bang, hè? Ik weet oprecht niet of je eraan mag zitten eigenlijk. Maar ja, jij zit overal aan. Ja. Viespeuk. Het lijkt alsof het zoiets vies is. Ja, zo zijn we nog niet klaar hoor. De onderkant moet ook nog een hele lijn op. Kijk maar, dat zit nu nog los. Oh. Dus daarboven, kijk, daar, kijk, zie je daar een soort gekit. En mooi afgewerkt. Dat wel, ja. Dus, ja joh. Nog een weekje of 2-3 en dan kunnen we intrekken hier ook. Hier zo. Dat is niet, dat bestaat niet. Ja, ik wil dus dat ooit iemand mij de moonwalk gaat leren, wat ik net al zei. Maar hier, kan je mij eens filmen? Ik kan al de helft van de moonwalk. Let op. Hier is moon. Hoppadee! Woe! Met Michael Jackson op, heerlijke oldschool music, ga ik rijden richting Arnhem. Wow, kijk dan hoe snel het al begint met schemeren. Maar dat maakt niet uit, want... Ja bro, niet normaal. Ik doe toch weer die stem. Wat lijp dit, wat een toeval. Kijk, ik kom tegelijk aan met Marijnse pa. Die met zijn Porsche 992. Wat ziek. De nieuwe 911. Oh, oké, stop. Het is gewoon omdat ik zo druk ben, ga ik allemaal rare stemmetjes doen. Vaag, sorry. Maar ik ben bij Marijn. Tijd om te genieten. Ik ben zo druk. Wow. Ik zie leven in de brouwerij. Bij het zwembadhok. Zien ze mij. Helemaal gangsters. Ja, ze zien me hoor. Staan ze met z'n drieën, die eikels. Helemaal facts. Hey! Alles goed? Morgen mannen. Ja, lekker maat. Oh, ik heb er zoveel zin in. Dat is echt niet normaal. Even wachten. Wat? Hoi, hey, goeie binnenkomen. Hoi. Zoveel zin in, dat is echt niet normaal. Wow, een beetje last van hooikoorts, maar. Ja, een beetje last van hooikoorts. Lijkt wel stone, man. Was ik het maar. Heb je er echt zo erg last van? Ja, mijn ogen vooral, hoor. Maar normaal heb je dat dan niet zo, nee, hè? Dit jaar is echt begonnen, maar echt. Misschien met je afvalt, hè? Dat kan serieus.
Nee, ik lul onzin, geen idee. Geen idee. We zijn bezig met de margarita. Ja? Pizza margarita? Of? Ja, we zijn bezig met de margarita en het is 7:30. Ik heb vanmiddag 4 biertjes gedronken. Ik heb net een shirtje tequila op, een shirtje Flugel en nog een Heineken. Er zit al wat in je bloed, om zo te zeggen. Oké, de eerste cocktail is een feit. Dit is dus een margarita. Ja, iets anders. Oh. Pineapple margarita. En wat dan? Pineapple. 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 Pineapple en een apple. Hé, je wordt gebeld. Ja. Oh. Maar mis je alvast een atje, terwijl Marijn even gebeld wordt? Doe het even voor. Hoi. Hoe het hele avond gaat. Samen. Samen. Hallo. Samen staan we sterk. Wie is er als eerst? Wie is er als eerst? Natuurlijk, meester, die giet alles naar achter, dat weten jullie. Oh! Is die vies? Oh! Wat zit erin dan? Tequila. Triple sec. En een beetje pineapple juice. Waarom is er één met schuim en één zonder schuim? Ik vertrouw die met schuim meer. Proost! Proost, proost. Op de biet. Ja, moet wel een goede bodem leggen, hè, mannen. Chineesje erin. Wow. 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 Like a kaji. Hey, pas op, maat. Ik ben net aan het afvallen. Koepoet wordt gebakken in vet, vriend. Ja, maar... Ik ben zo afgevallen. Automatisch je jezelf weer verwennen. Goed zo, mensen. Lekker jezelf verwennen, maat. Met trots op je. Hoeveel kilo ben je al kwijt? 30? 35. Wow. Wee! Mees, kans 1 op 10 dat je nu mijn biertje moet atten. 3, 2, 1, 6. Wat? Yo, ik heb letterlijk nog niks eraan. Heb je een rietje? Heb je een rietje? Nou, Mees. Nou. Hey. Kijk, weet je wat het is? Ik doe dit eigenlijk alleen voor de content, hè? Normaal helemaal niet. Jij vindt het gewoon hartstikke leuk, die speuk. Normaal doet hij het... Hij doet het voor weinig, hoor, die Mees. Kom op, Mees. Je maag is groot genoeg. Ik wil een tientje erbij hebben. Nee. Oké, okay, is goed. Oké, is goed. Oké, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik zie alleen nog schuim. Er zit alleen nog schuim in. Nou, dan komt er altijd een boer aan van bier. Nou, volgens mij klinkt het alsof het er nog één bij kan. Nog een keer 1 op 10. Oké, is goed. 3, 2, 1, 2. Nu voor jou. 3, 2, 1, 2. Kut. Ik vind dat jij gewoon ook een atje moet doen. Ik vind dat jullie mijn glaasje moeten atten. Ik vind dat jij een beetje stil moet zijn. Oh, I don't disrespect the women. Oh, proost jongens. En één meisje. Pornstar cocktail. I would like a pornstar. So Lana Rose, if you're watching. Ik vind het wel leuk dat we hier een beetje een traditie van maken, nou zo elke 2 weken of zo. Hé, hey, Mees, ja. Heb je ook wel eens dat je... Wow, kijk deze koker, hé. Marijn gaat vergoud. Hoeveel liter kan erin? 3? 3 liter. Het is ongeveer dit stukje. Het is lang geleden dat... Hè? Deze, dat stukje is deze fles bako. En nu cola erbij. Gast, dit is suikerverzadiging en leververzadiging. Je hebt wel lang gehad. Maar nee, dit is geen cola zero. Er moet wel rekening gehouden worden met Mees, gast. Sorry. Hij stopt het met Snapchat. Wow. Gast, Mees, ik geef je 1 lijpe shout-out en een mooi budget. Als jij dit in één keer at. Nee. Dit is een bijna hele fles van koude cola. Jij wilt maar gewoon... Kijk, dan weet je wat het is. Ah, ik ben nog niet dronken. We hebben even over de zakelijke dingen gesproken. Het is allemaal rond. Dat had ik al gezegd. Oh, heb je dat al gezegd? Ja, dat er leuke dingen tussen ons aankomen, maar. Ja. Goede tijden komen er. We hebben een relatie. Ja. Maar wel zakelijk. Wel zakelijk. Alleen online, niet in het echt. Binnenkort zijn we op andere platformen te vinden. Ja. Je kan subscriben op mijn mail OnlyFans. Grootste titel van OnlyFans. Maar nog tijdelijk, want hij is goed bezig met afvallen. Kijk maar. Binnenkort valt hij in de skinny selection. Ja, dit is ziek. Ik ga serieus nu een flashback laten zien van hoe meester 1,5 jaar geleden uitzag. Schrikbarend met nu. Komt-ie. Nou jongens, hij heeft hem verdiend. Eerste linkje in de beschrijving. Mees Dix, abonneer op Mees. Allemaal, geef hem liefde. Maar, ik ben trots op jou. Ik weet het. Ja. Jezus, wat heb jij een hoofddunk, hè? Jezus, ga lekker, maat. Is klaar? Ja. Kunnen we tappen? Heel goed. Honger! Okay.
Is het sterk? Is het sterk? Je moet echt zo. Je moet echt zo. Tom heeft bijna de 1 miljoen abonnees. Alsjeblieft abonneer op hem, like op hem, subscribe op hem. En als hij 1 miljoen abonnees heeft, dan geeft hij waarschijnlijk geen Lamborghini weg. Love you! Maar het had ook bij mij gedaan. Maar ik ben altijd weer de wakker. Wakker, denk je dan? Ja, ik was weer te ver gegaan. Ik was gewoon letterlijk om 12:30 lag ik in bed. Ik was gewoon klaar. We begonnen met dansen, we begonnen te drinken. En Dom ging natuurlijk weer extreem, omdat ik zo fucking druk was, jongen. Echt, het ging erin als water. En hij slapte erin en ik ben gaan pitten. Kijk maar, het is alweer licht. Hey, het schemert. Het is ook echt fucking vroeg in de ochtend. Kijk, wat voor lijp ding, jongen. Een race simulator. Je hebt van mij zijn vader, die race hierop. Ik heb het ooit 1 keer uitgeprobeerd. Moet ik eigenlijk even een keer voor de vlog doen. Kijk, ik heb gewoon helmen liggen voor mocht je crashen. Nee. Maar het is echt zo'n stoel die helemaal meebeweegt. Die gaat schokken en meeleunt. En sommige mensen worden misselijk van dit. Oh, Marijn en ik zijn als enige wakker. Althans, Mees en Laurens nu ook. Maar die gaan sowieso weer pitten. Marijn die ging om 11:30 naar zijn nest. En ik 12:30. Dus het was een korte avond. Ja, soms ben je in zo'n stemming. Dan wil je heel extreem doen. En die stemming ben ik altijd. Maar nu was het echt heel erg. Oh, even kijken wat de schade is. Valt het mee, Marijn? Oh, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Lagen wij weer lekker vroeg in ons bedje. Wow, dat vloer plakt hoor dan. Wow. Wat is dat dan nu? Hè? Dat glas. Ja, dat glas, gast. Dat ja, hebben we gedaan. Dat is helemaal vet. Allemaal vingers. Was leuk. Nou, was de schade. Hoeveel drank is erop gegaan? Volgens mij is het niet zo heel erg, maar... Dat was meer het tempo waar we in dronken. Ja. Ja. Flesje op 11. Flesje op 11? Sterke drankflessen, 11. Nee, sterke drank 1, 2, 3, 4, 5. Tequila, Bacardi, vodka, 2 tequila. Oh. Tequila op. 2 tequila flessen, gatver. En dan heb ik ook nog bier lopen tanken als een jekko. Ah, je hoort erbij, ja. Gin. Gin, ja, ook nog. En deze dikke pijp was ook binnen echt gewoon, denk ik, gewoon een kwartier leeg of zo. Dat was echt heftig, man. Al die fucking artjes. Nou, maar was het het waard? Jazeker. Al die Chinees ligt hier ook gewoon in de hoek getiefd. Wat zo mis? Hè? Hoe ging je mis? Oh. Hij was heel boos, maat. Ja, hij was fucking boos. Het was een korte avond, krachtig, maar het was wel heel leuk. We zijn wel fit. Jij hebt gewoon 8 uurtjes geslapen. Maar dat worden we wel lekker meteen wakker. Ja. Kijk, we zijn even lekker aan het opruimen. Marijn is nu de vloer aan het schrobben. Maar moet je kijken, hè? Naar gewoon hoe alles eruit ziet. De stuken zo. Het ziet er allemaal veel te goed uit. En de keuken. En ik hoop dat mijn huis ook zo goed eruit blijft zien. Ik weet niet wie dit... Welke aannemer heeft dit gemaakt, ouwe? Dat is echt niet normaal. Er zijn hier de lijfste dingen gebeurd in dit huisje. En het is altijd blijft het heel... Het is makkelijk schoon te houden. Het is heel vriendelijk. Onderhoudsvriendelijk. Ah, het is ook natuurlijk een zwembadhuisje. En er zit een speciaal spul op de stuk bijvoorbeeld, dat waterafstotend is en wat je kan afnemen. Daar heb ik hier meegemaakt dat er een fles cola ontiefde. De hele muur zwart. En dit stond er toen pas net. En wij dachten, nee! En wij met handdoeken afnemen en schoonmaken. En je zag het gewoon wegtrekken en de volgende ochtend niks van te zien. Helemaal top, dat was die muur. Kijk, je ziet gewoon niks op die muur. Die was gewoon helemaal zwart. Hoe kan dat, hè? Echt, die aannemer die dit gedaan heeft? Ik moet ook hebben. Ja, nee, dat zou zielig zijn voor Robert, want Robert is echt een topper, jongen. Die doet het ook zo goed en we hebben ook echt gekeken naar hufterproeven dingen en zo. Daar kan ik geen fout woord over spreken, over mijn aannemer, echt niet. Zo, volgens mij heeft Mees hier even liggen zweten vannacht. Moet je kijken, grap. Nou, we gaan op deze vroege ochtend, ga ik de vlog afsluiten, moet ik mijn andere vlog weer gaan beginnen. Wat een random avond, was er wel even aan toe om helemaal er vanaf te gaan. Ik wilde gewoon extreem doen, natuurlijk. Excuses, neem er geen voorbeeld aan. Ik doe vaak sowieso heel veel dingen waar je geen voorbeeld aan moet nemen. Daarom doe ik zo, ik hoef jullie ze niet te doen. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik heb enorm genoten. Ik hoop jullie ook, mocht dat nou zo zijn, vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. En dan ga ik jullie morgen zien om 5:00. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Ik sta in mijn onderbroek. Later.
Maar je kan nu gewoon parkeren dan? Nee, die gozer, die spoort niet.